Welkom bij deze tweede video over dijkversterking Tiel-Waardenburg. Mijn naam is Hendrika Jager en ik ben omgevingsmanager. En ik ben Bas ten Heeg, ook omgevingsmanager. En graag praten we u bij over de dijkversterking. Hendrika, wat speelt er op dit moment allemaal? Nou, er spelen eigenlijk drie dingen waar we het vandaag over willen hebben. Dat is de Raad van State-procedure waarin we zitten. Het gaat over de bewonersbijeenkomsten. En het gaat om een online bijeenkomst die vorige week door de gemeente West-Betuwe over de gasvrije Waaldijk is gehouden. Dus dat zijn drie dingen waar ik het over wil hebben. We zitten in de Raad van State-procedure. Op dijkversterking Tiel-Waardenburg zijn een 14-tal beroepen ingediend. En we moeten de behandeling bij Raad van State daarvoor afwachten. Dat zal dit jaar gaan spelen. We hebben het al aangegeven in de eerste video. We hoopten toen dat we in het voorjaar weer een aantal bijeenkomsten konden organiseren. We hebben eigenlijk wel heel goed nieuws. De maatregelen zijn versoepeld en dat betekent dat we in maart drie avonden gaan organiseren. En waar ik u op wil wijzen is: hou de nieuwsbrief die wij verspreiden eind deze maand in de gaten voor de verdere details. Wat ik ook nog wil noemen is dat de gemeente West-Betuwe heeft vorige week een tweetal online avonden georganiseerd. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u daarvoor contact zoeken met de gemeente West-Betuwe. Basten, vertel eens, waar is aannemerscombinatie Mercantendiek op dit moment mee bezig? De vorige keer hadden we het al even kort over dat ze bezig zijn met een bouw- en logistiekplan. Ja. En misschien is het wel leuk om daar iets even over uit te leggen. Kijk, er zal heel veel transporten rond en om de dijk plaatsvinden. Om allemaal grond aan te voeren, om dambanden aan te voeren. Mm-hmm. Nou, noem maar op. En als we kijken naar zo'n bouw- en logistiekplan, dan is de aannemer heel erg bezig van: hey, hoe kan ik dat nou zo efficiënt mogelijk doen? En hoe kan ik daarbij de hinder voor de omgeving zo minimaal mogelijk houden? Ja, kijk, dat is een belangrijke. Dijkversterking, hinder voorkomen we niet. Ja. Maar we kunnen wel kijken of we het zoveel mogelijk kunnen beperken. Nou, een van de dingen waar de aannemer nu mee bezig is, om te kijken van: hey, kunnen we niet zoveel mogelijk grond, damwanden over het water aanvoeren? Mm-hmm. Want dan heeft de aannemer straks een aantal loslocaties op de rivier en dan rijden ze vanaf daar rechtstreeks naar de dijk en vanaf daar is dan het transport naar de plek waar het materiaal nodig is. Ja. Maar we kunnen niet alles over het water aanvoeren. Ik gaf al aan, grond, damwanden, andere dingen, helemaal prima. Maar als we het hebben bijvoorbeeld over asfalt, ja, asfalt, dat moet warm aankomen op mijn werk. Ja, als dat in mijn schip zit, dan is het al afgekoeld voordat het op de dijk ligt. Ja, dat kan niet. Hetzelfde is op een gegeven moment als je denkt aan beton. Ja, dat is een beetje lullig. Als het op een gegeven moment in een betonklompje al aankomt. En, nou, dus niet alles kan. Maar wel heel veel. Oké. Okay. Hey, en je zegt dat het heel veel over het water gaat. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor het transport over land? En waar mensen juist hinder van ondervinden? Ja. Je moet bedenken, als we kijken naar grond bijvoorbeeld, en de klei, zand, dan hebben we het over een dikke 2 miljoen kubieke meter klei, grond, noem maar op. Ja. Als we dat op een gegeven moment niet over het water aanvoeren, maar vanaf het achterland via de provinciale weg in een vrachtwagen naar de dijk rijden, dan is dat enkele reis 150.000 vrachtwagens. Zo. Nou, dat kan je hiermee voorkomen. Ja, en wat ook belangrijk is, ik had het over hinder, maar hoe minder transport er op de wegen is, ja, dat komt natuurlijk ook de verkeersveiligheid ten goede. Ja. Overigens, wel grappig, we hebben één opmerking gehad op ons vorige filmpje en dat was de opmerking waarom wij geen hesje droegen. Tada. Bij deze. Bedankt voor de opmerking en zeer terecht. Ja. En heeft u een vraag waar u denkt van: god, dat is misschien ook wel een leuk onderwerp voor een filmpje als deze? Laat het ons vooral weten, want dan kunnen we daar de volgende keer weer de aandacht aan besteden. En heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie en wilt u daar wat toelichting bij, bel me dan vooral even op onderstaande nummer. En we hopen u natuurlijk allemaal te zien op een van de drie avonden in maart. Tot ziens! Tot ziens!